We zijn vroeg op de been om het verhaal van nog een bijzondere Surinamer met u te delen. Ik ben Ferancia Madretsma, werkzaam bij een particulier bedrijf. En daarnaast zweminstructeur bij Parima. Ik zwom vroeger zelf ook. En op een gegeven moment ben ik daar dus mee gestopt. En ik heb toen het zwemlesgedeelte opgepakt. Tegenwoordig is het ook meer een werk geworden dan een hobby. Sowieso draagt het bij toch aan de maandelijkse lasten. Na de bevalling van mijn zoontje heb ik getracht te stoppen ermee. Maar uiteindelijk moest ik hem weer oppakken. Want je komt gewoon niet uit. Zit niet te wachten vooral. Toch? Want het gaat niet naar je toe komen. Mensen kijken me vreemd aan dat ik 5:30 langs een bad sta. Maar uiteindelijk raak je er ook wel gewend aan. Toch? Het wordt een deel van je routine. En als ik het kan, kan iedereen het.